Vandaag de dag doen we alles met onze smartphone. We klikken, chatten, posten en swipen erop los. Tegenwoordig biepen wij er ook mee. Want biepen is het nieuwe betalen. Bankcontact Payconiq Company kent hiervan alle digitale kneepjes. Maar in 2020 hebben wij echt onze manier van leven moeten omgooien en dan zien wij ook aan ons betaalgedrag. Uit onze cijfers zien wij dat wij in oktober 12 miljoen mobiele betalingen hebben gehad, wat 2 keer zoveel is dan vorig jaar. En ook het gebruik van onze Payconiq bij Bankcontact app is fors gestegen. Meer dan 1,4 miljoen downloads sinds het begin van het jaar en 1,6 Belgen die de app minstens 1 keer hebben gebruikt sinds het begin van het jaar. Dus de Payconiq bij Bankcontact app hebben wij begin 2019 gelanceerd en u kan dat gebruiken om te betalen in een hele reeks situaties. Bijvoorbeeld in een fysieke winkel, door het scannen van een QR-code. Ook online kunt u uw aankopen betalen met de app en ook om uw vrienden terug te betalen. Of op afstand of naast elkaar. En zelfs om uw facturen te betalen kunt u ook de app gebruiken. Naar de toekomst toe denken wij echt dat mobiele betalingen de norm zullen zijn. Dat betalingen meer en meer onzichtbaar zullen worden. Dat zij deel zullen uitmaken van de globale ervaring, aankoopervaring. Dat je zelfs geen bijkomende stap zal moeten doen om te betalen. Denk gewoon vandaag aan de Uber-ervaring. Je stapt uit de wagen, je moet niet meer denken aan betalen. Dit soort ervaringen zullen echt de norm worden morgen.